Er zijn meerdere argumenten om niet deel te nemen aan deze energietransitie. En argumenten om tegen dit energieplan te stemmen vandaag. Argumenten bijvoorbeeld dat klimaatverandering niet bestaat. Zo zou, ondanks dat 97% van de klimaatwetenschappers daar anders over denken, maar zelfs dit percentage wordt al over gediscussieerd. Er is voor honderden jaren nog fossiele grondstoffen, wordt er ook vaak gezegd. Nou, hier kan ik kort over zijn. Het stenen tijdperk hield ook niet op omdat de stenen op waren. Die hield op omdat er betere materialen waren en mensen die gingen gebruiken. En zo is het ook met energie. De energietransitie biedt ons kansen om schonere en nieuwbare energie op te wekken en tegelijk ons minder en in de toekomst misschien wel helemaal niet meer afhankelijk laten zijn van regimes uit het Midden-Oosten of Rusland. Geopolitiek kan het ons dan ook een stuk sterker maken. Maar naast geopolitiek is het economisch ook verstandig. Henry Ford bewees met massaproductie dat je de prijs van een product enorm kan drukken als je er veel van produceert. Zo kostte een T-Ford in 1913 nog $550. In 1924 was deze prijs gezakt naar $290. En dat zien we met heel veel producten. Kijk maar naar wat een computer in 1995 kostte. Maar zo is het niet met olie. In 1970 kostte een vat olie $3,18. In 2014 was het $110, terwijl de productie enorm is toegenomen. Zonne-energie kostte in 1970 $100 per watt. In 2014 was dit nog maar 65 cent per watt. Als olie dezelfde curve had gevolgd als zonne-energie, was een vat olie nu nog maar 2 cent. Wij maken als Nederland geen verschil in deze energietransitie. Een druppel op een gloeiende plaat. Dat is een ander argument dat we vaak horen. Maar dan kan ik me ook afvragen, waarom gooi ik nog een euro in de collectezak op zondag? Of aan de collectebus en de deur? Met mijn euro versla ik toch niet kanker? En eindig ik geen hongersnood of oorlogen? Maar dat argument slaat mij niet van de morele plicht om mijn steentje bij te dragen. Mijn morele plicht, waar ik vanavond weer aan word herinnerd als ik mijn dochters in bed een kus geef. En het mij herinnert aan de plicht om deze aarde, deze schepping, schoner door te geven aan de volgende generatie. Natuurlijk moeten we naar onze buren kijken, zodat we ons niet op korte termijn als economie buitenspel zetten. En daarom is het belangrijk dat we op Europees niveau opereren. En daar wordt ook aan gewerkt. En tenslotte, voorzitter, een argument wat vaak gehoord wordt, is dat de energietransitie een fiasco is. Vervuilend of zelfs misdadig. Aangezien de klimaatprofeten zelf nog vrolijk de wereld rondvliegen, heb ik besloten als saai CDA'er om afgelopen januari eens voorbeeld te geven door met een elektrische auto op vakantie te gaan. Beviel me prima, duurde wat langer. Ik bespaarde wat CO2, maar kwam behoorlijk wat calorieën aan, want ik moest 4 keer bij McDonald's stoppen. Maar ik kreeg heel veel positieve reacties, maar natuurlijk ook een aantal zure cynische. Dat hoort er denk ik tegenwoordig ook een beetje bij. Ik zou namelijk op kolenenergie rijden. Nou, dat klopt. In Duitsland is natuurlijk nog een groot deel van de en in Nederland ook energie uit kolencentrales. Maar we zitten nou eenmaal in een overgangsfase. Maar ook zou kinderarbeid in de hand werken. En dan wordt er natuurlijk gedoeld op het grondstof kobalt. Waarvan 20% van die winning uit mijnen komt waar kinderarbeid wordt gebruikt. En dat is natuurlijk vreselijk. Gelukkig wordt hier al heel veel tegen gedaan. En in mijn type auto is er al een stuk minder verwerkt. Ik zal zeker niet ontkennen dat ook mijn auto negatieve milieueffecten heeft. Maar wat de cynische personen even gemakkelijk vergeten is de uitbuiting van de olieindustrie in bijvoorbeeld Nigeria. Of de milieuramp in de Mexicaanse Golf. En laat staan de financiering van terrorisme. De enige mensen die recht van spreken hebben, is de mensen die zich te voet verplaatsen. Wel op blote voeten, want de kans is groot dat uw schoenen in de fabriek in Bangladesh zijn gemaakt. Voorzitter, elke transitie verloopt chaotisch. En er zijn altijd mensen die dat aangrijpen om alles bij het oude te laten. De dood gevonden in de kabels, schreeuwde een kop van de New York Evening Post in juni 1888. Het artikel beschreef een verschrikkelijk ongeluk en een verschrikkelijke dood van een elektromonteur die voor het oog van veel omstanders in Manhattan werd geëlektrocuteerd. Hierna volgden meerdere artikelen met The Dangers of Electric Light,
Met als teksten: welke ouder laat deze criminele technologie installeren in de kamers waar uw kinderen slapen? Fabrikanten van olie- en gaslampen pakten deze angst voor elektrische verlichting aan om dit in kwaad daglicht te zetten. Voorzitter, als wij in die tijd hadden geleefd, was er vandaag waarschijnlijk een motie vreemd gekomen om elektrische verlichting uit het openbaar vervoer te bannen. Hoewel natuurlijk verschrikkelijk deze incidenten, heeft gelukkig de innovatie niet stilgestaan. Gelukkig zijn wij na het zinken van de Titanic niet gestopt met het varen van de oceaan. En gelukkig is Edison niet gestopt na 10.000 mislukte experimenten, maar heeft hij uiteindelijk toch de gloeilamp uitgevonden. De lijn tussen verderf en vooruitgang is nou eenmaal dun. Laten we daarom deze energietransitie een kans geven. Kortom, het CDA wil deze energietransitie tot een succes maken. Wij kunnen ons vinden in de 4 programmalijnen: besparen, opwek, innovatie en de provincie als voorbeeld. Goed dat er nadrukkelijke aandacht is voor lokale initiatieven en voor de financiering van mensen met een kleine beurs. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen kanttekeningen hebben. Randvoorwaarde voor het CDA is dat deze transitie haalbaar en betaalbaar is. Dit staat duidelijk in het coalitieakkoord. En hierover hebben we zojuist ook samen met de VVD en Forum voor Democratie een motie ingediend om dit ook te monitoren. We zien dat het college serieuze pogingen toe doet en dat er ook naar ons wordt geluisterd. Een aantal maanden geleden hebben wij samen met de SGP een motie ingediend om meer focus op zon op dak te hebben. En we zien nu dat dit een prominente plek heeft in dit programmaplan. Dank daarvoor. Laten we bij het realiseren van zonne-energie zoveel als mogelijk de kwetsbare gronden ontzien. Deze gronden hebben we namelijk nog hard nodig voor natuurontwikkeling, woningbouw, maar vooral ook voor kringlooplandbouw. Ik werd een aantal weken geleden nog benaderd door een boer uit Woerden, die een lucratieve aanbieding kreeg om zijn grond vol te leggen met panelen. Hij kon stoppen met boeren en hoefde niet meer te werken. Maar moreel kon hij niet overstag. Samen hebben we gekeken hoe we kansen kunnen koppelen. Hoe kunnen we de boeren laten boeren, maar wel duurzame energie opwekken en het landschap openhouden? Aangezien innovatie een van de pijlers is van het programma, hebben wij samen met een aantal boeren in deze polder een idee. Waarom kijken we niet naar de boerensloten? En dat gaat nu niet voor elke polder, maar wel in deze specifieke polder. In deze polder liggen namelijk hele brede kanalen bijna, van bij elkaar 500 hectare. En het lukt meneer Derksen altijd wel om een presentatie te krijgen, maar ik geloof in een complot, want kom ik er een keertje mee, dan mag het allemaal weer niet. Maar er is als het goed een... er is een plaatje rondgestuurd. Is de gedeputeerde bereid om binnenkort met ons bij deze boeren te gaan kijken, om te kijken welke rol wij als provincie daarin kunnen betekenen, omdat het een vrij nieuwe vorm van energieopwekking is. Verdere randvoorwaarden die wij als CDA hebben is afgesproken in het coalitieakkoord, is dat grote opwek voor bijvoorbeeld windmolens bij grote infrastructuur- en bedrijfterreinen, zoals bijvoorbeeld lage weiden, zal gaan vinden. En zoveel als mogelijk het open landschap behouden. Laten we niet te dogmatisch zijn met de deadlines of met procedure. Niet kosten wat het kost bepaalde data's of doelen willen halen. Verstand moet voorop. Zo begon het elektriciteitsnetwerk ooit op basis van gelijkstroom. Maar halverwege de transitie bleek dat wisselstroom een betere optie was. Laten we die flexibiliteit ook toepassen. We hebben als CDA onze twijfels dat wij als provincie energie neutraal kunnen worden. Alle energie opwekken met zon en wind in onze drukke provincie, wij vragen het ons af. Eigenlijk zou energie op Europees niveau moeten worden gewonnen. En ook andere vormen van energie, bijvoorbeeld kernenergie, zou niet moeten worden uitgesloten. Maar goed, hier hebben we natuurlijk al eerder over gesproken. Maar laten we met deze kanttekening een vliegende start maken en net als elektrische verlichting 140 jaar geleden deze energietransitie ook een kans geven. En ik sluit af met een quote van de Romeinse historicus Tacitus, die hij had over de Romeinse keizers. Ze vernietigden alles en noemden het vrede. Nou, laat over ons niet gezegd worden, ze vernietigden het landschap en noemden het duurzaam.